bij mij, Rijstad Vitaal. Leuk dat jullie er weer zijn. We gaan de dag weer beginnen met lekker bewegen, lekker warm worden, ons bewegingsapparaat even smeren. En dat doen we uiteraard eerst met de warming-up en daarna gaan we het hele lichaam even trainen. Dus, ik zou zeggen, voer de oefeningen rustig uit, bij pijn en gelijk stoppen. En doe vooral wat je kunt, maar het mag een beetje moeite kosten. Dus we gaan zo meteen eerst weer even letten op de houding. Buikspieren aan, rechte rug en we gaan langzaam wandelen. Rustig tempo. Prima, probeer een rustige ademhaling te houden en let vooral op je houding tijdens. Oké, goed, we gaan even de enkeltjes draaien. Rechts naar links, links naar rechts. Andere been. Kleine cirkeltjes. Maak ze langzaam wat groter. Goed. Handjes. Polsen draaien. Op twee kanten. Maak de vingers even los. Spetteren. Van ons Berdy geleerd. En we gaan langzaam naar de schouders. Rechte rug, buikspieren aanspannen. En haal ze maar op. Kleine bewegingjes maken. En bouw het langzaam uit naar wat grotere bewegingen. En we gaan even van achter naar voor. Prima. Goed. Oké, we gaan even kin op de borst. Langzame bewegingen. En we kijken langzaam omhoog. Kin op de borst. En omhoog. We gaan langzaam van rechts naar links. Oké, heel goed. We gaan ons opmaken voor de oefeningen. Ik herhaal, buikspieren aan, rechte rug. Pak de stoel, ga een beetje voor op de stoel, de zitting. Pak een stabiele houding, beentje mogen iets uit elkaar. En als we stabiel zitten, gaan we langzaam onze benen strekken op de hak. Laat ze maar vooruit. Heel goed. Rustig uitvoeren. Oké, nou het tempo iets verhogen. De laatste. Oké, nog twee. Laatste. Prima. Oké, denk weer om de houding. We gaan nu de benen tegelijk strekken. Dus benen strekken.
trek de tenen naar je toe. En plaats weer terug. Komt. Strekken. Span de kuit aan. En plaats weer terug. Strekken. Tenen naar je toe. En plaats weer terug. Heel goed. Taak. Tenen naar je toe. En plaats weer terug. Dan vol. Strekken. Tenen. En plaats. Span die buikspieren aan. Tenen. En plaats. Nog drie. Komt ie. Tenen. En plaats. Twee. De laatste. Strekken. Tenen. En plaats. Oké. We gaan zo meteen. Benen strekken. En de tenen naar je toe. En we gaan onze benen openen. Dus strekken, tenen naar je toe, openen, plaatsen op de hak en we plaatsen de benen weer terug. Denk om je houding, buikspieren aanspannen, krijg je ook een rechte rug en we gaan plaatsen. Komt ie. Strekken, tenen, hak en plaats terug. Strekken, tenen, hak en plaats terug. Heel goed. Pak een mooi ritme. Als het tempo hoger kan, mag u in iets hoger tempo. Voer de oefeningen goed uit. Open en plaats. Goed. Open en plaats. Open en plaats. Nog drie. Open. Hak. En plaats, strek, open en plaats. En de laatste, strek, open en plaats. Heel goed. Oké, laatste oefening, met name voor de benen. We gaan zo meteen even één been strekken vanuit een goede houding. Eén been strekken en we gaan met beide handen langzaam naar de tenen. Dus kijk wat je kan halen. En steeds een stapje erbij. Oké. Buikspier aan, recht terug. Eén been strekken. En we gaan de handen naar de teen. Andere been strekken. Handen naar de teen. Oké. Rechts. En strekken. Links. En strekken. Rechts. En strekken. Links en strekken. Rechts. Prima. Nog vier. Kom. Links. Nog twee. Laatste. Heel goed. Oké. Onderlichaam flink getraind. Ontspanning op de bovenbenen, de kuiten. We gaan langzaam naar het bovenlichaam, buik, rug en rompoefeningen. En de allereerste is we beginnen met gestrekte hand, gestrekte arm, een soort van pijlenboog schieten. We beginnen gewoon rechte oefening. Buikspier aan, rechte rug, komt ie. Bepaal zelf het ritme. Als het iets sneller kan, maak het iets sneller. Als het maar een beetje moeite kost. Heel goed. Hou vol. Denk om de buikspieren. En houd een rustige ademhaling. En nog vier. Drie. Twee. En de laatste. Heel goed. We gaan langzaam deze oefeningen van het bovenlichaam combineren met de romp. Dus we gaan zo meteen recht en schuin. Ja,
Oké, let op. Komt-ie. Recht, recht, schuin en schaak. Oké, recht, recht, schuin en schaak. Beetje indraaien. Recht, recht, schuin en schaak. En goed, nou vol. Denk om de buikspieren. Recht, schuin. Komt-ie. Recht, recht, recht en schuin. Oké, nog twee. Recht, recht, schuin en schuin. Goed, laatste. Recht, recht, schuin, schuin. Heel mooi. Nou, je voelt zelf al dat je een klein beetje aan je romp moet werken. Bovenlichaam wordt getraind. Schouders, armen. Daar gaan we nog een oefening mee doen. We gaan zo meteen de armen over elkaar. En we gaan naar rechts. We gaan weer naar het midden. En we gaan naar links. Dus dan ben je zelf ook, je voelt hoe ver je kan gaan. En dat mag een beetje moeite kosten. Komt ie, armen over elkaar. Rechterrug, buikspieren aan. En we gaan draaien. We gaan naar rechts. Recht. We gaan naar links. Naar rechts. Recht. En naar links. Mooi. Naar rechts. Recht. En naar links. Rechts. Recht. En naar links. Oké, je voelt dat je steeds een klein beetje verder komt. Naar rechts. En naar links. Heel goed. Naar rechts. Naar rechts. En naar links. Nog twee. Rechts. Recht. Naar links. Laatste. Rechts. Recht. En naar links. Heel goed. Nou, zoek even wat ontspanning op de stoel. Je voelt de spanning op je bovenlichaam, buik en rug. Pak even een slokje drinken. Je water. Goed drinken is belangrijk, tijdens het sporten ook. En dan zijn we weer klaar. We gaan door met de oefeningen. We gaan zo meteen de handen plat op elkaar. En we gaan de armen strekken boven het hoofd. Ja. Kijk, hier geldt weer houding belangrijk. Zit een beetje op de punt van de stoel. Stabiliteit, been een beetje uit elkaar. Rechterrug, buikspieren aanspannen. Handen plat op elkaar. En we gaan strekken. Komt ie. Heel goed. Even vasthouden en weer omlaag. En strekken. Hou even vast en omlaag. Heel goed. Strek. En omlaag. Strek en omlaag. Drie. Strek en omlaag. Twee. Strek en omlaag. En de laatste. Strek en omlaag. Oké, schud even los. Even weer ontspanning op die spieren. En we gaan zo meteen dezelfde oefening. Handen plat op elkaar. Gaan we boven het hoofd en we gaan rechts wijzen, boven het hoofd en we gaan recht vooruit, boven het hoofd en we gaan naar links. Dus we combineren een aantal oefeningen die we zojuist hebben gehad. De romp is al een klein beetje warm en wat bewegelijker. Komt-ie. We gaan handen plat op elkaar en we gaan strekken boven het hoofd en we gaan indraaien naar rechts. Wijs maar aan. Goed, en we gaan recht. En we gaan links. Even vasthouden, we gaan recht. Oké, we gaan naar rechts. Goed. Naar recht. En draai in. Naar links. En recht. Nou vast. En naar rechts. Naar recht. We gaan naar links, recht,
serie komt hij. Rechts. En midden. En naar links. Heel goed. Ja, je voelt een klein beetje verzuring in je bovenlichaam. Zoek weer ontspanning. Schouders met name. Dus pak weer even de tijd om te herstellen. Even losdraaien. En we gaan afsluiten met uiteraard onze vaste combinatieoefeningen. We gaan zo meteen, let op, we gaan boksen en we gaan de armen kruisen. En wat we zojuist getraind hebben, het lichaam indraaien steeds. Zijn jullie klaar voor? Hier is Betty klaar, Tom klaar, mijn vaste sidekicks. Geweldig dat ze er weer zijn. En we gaan afsluiten, let op. Komt ie, box, kruis links en draai maar in. Oké, box, kruis links, andere kant. Heel goed, box, kruis links en draai maar. Box, kruis links en draai. Prima. Box, kruisje en draaien. Box. Kruisen en draaien. Box. Kruisen en draaien. Ja, dat gaat goed. Hou vol. Box. Kruisen en draaien. Nog vier. Komt ie. Box. Kruisen en draaien. Drie. Box. Kruisen en draaien. En nog twee. Box. Kruisen en draaien. En de laatste. Box, kruisen en draaien. Goed. Volgende combinatieoefeningen. Zoek weer even wat ontspanning. Blijf je positie even checken. Buikspieren aanspannen, recht terug. Puntje van de stoel en een beetje stap in je tank. We gaan zo meteen boksen. Voorover. Roeien. Armen strekken en rondjes draaien. Heel goed. Oké, zijn jullie klaar? Hier op de Noordkade zijn wij er klaar voor. Komt die volgende oefening. Box. Voorover. Trek aan die roeispanen. Armen strekken en rondjes draaien. Heel goed. Komt die. Box. En duw dat water weg. Armen strekken en rondjes. Prima. Box. En trek aan die spanen. En rondjes. Komt je weer. Box. En roeien. Strekken. Draaien. Nog drie. Komt. Box. En roeien. Strekken. En nog twee. Box. En roeien. Strekken. En we gaan naar de laatste. Box, roeien en strekken. Ja, fantastisch. Goed gedaan. Oké, alweer de laatste oefening zijn we al toe. Dat is de combinatieoefeningen met boksen, met roeien en met zwemmen. En duw dat water weg. Dus drie oefeningen in één. Bovenlijf, met name de schouderpartij, borstspieren en balans tussen buik- en rugspieren. Dus houding is belangrijk. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dus check steeds je houding. En we gaan starten voor de laatste loodjes. Kom op, we kunnen het. Let op. Box. Voorover. En roeien. En we gaan zwemmen. Duw dat water weg. Ja, mooi. Box. Voorover. En roeien. En we gaan zwemmen. En duw dat water weg. Box. Oké. Roeien. We gaan zwemmen. En duw dat water weg. Hou vol. Box. Roeien. We gaan zwemmen. Duw dat water weg. Mooi. Box. Roeien. We gaan zwemmen. En duw dat water weg. Nog drie herhalingen. Kom maar. Box, en roeien, en zwemmen, en duw dat water weg. Nog twee, box,
roeien. En zwemmen. Duw dat water weg. Allerlaatste. Dat moet de mooiste worden. Let op. Box. En roeien. En zwemmen. Duw dat water weg. Oké, heel goed. Dank jullie wel, lieve mensen. Fijn dat jullie er weer waren vandaag. Je weet het, iedere dag zijn wij er weer bij Omroep Meijerij. Dus kijk en doe mee. Als jullie mensen kennen die graag mee bewegen, attendeer ze op onze uitzendingen na Rondom om 10 uur en na de uitzending van Rondom om 4 uur. Dus 6 dagen in de week kan u lekker mee bewegen. Ik zou zeggen, ons motto van Meijerij Stad Vitaal is: maak bewegen prioriteit van je dag. Dan worden we allemaal lekker fit. Want bewegen en ontspannen en gezond eten maakt ons allemaal vitaal. Tot de volgende keer. Dag. Dag mevrouw. Hartstikke fijn dat u aanwezig was bij de theatervoorstelling Gezond en we leven nog lang en gelukkig. Mag ik u vragen, wat vond u ervan? Ik vond de voorstelling heel leuk. Is heel leuk gebracht, goed gebracht. Het geeft ook het echte leven aan, wat er dus in het leven gebeurt. En het geeft misschien ook voor sommige mensen te denken wat ze allemaal tegenkomen als ze ouder worden. Echt iets voor jullie. Ik zou me wel omkleden voordat je gaat. Dat is maar een tip. Ja. Dag, zuster Ursula. Is het wat, Piet? Dat zit ik even te bekijken, maar volgens mij is het wel heel leuk. We nodigen u van harte uit om een van deze theatermiddag bij te wonen. De voorstelling, Ze leven nog langer gelukkig, gaat over gezond ouder worden. Nou, daar zijn we daar schoolvoorbeelden van. We gaan de middag start met een welkomstwoord en na afloop van de voorstelling is er een gezellige nazet. Als we daar kunnen aansluiten, dan vind ik het al lang goed. Precies. Weet je wat? We gaan er gewoon heen. We gaan er gewoon nu heen. Zal ik jou heen. Even helpen afstappen? Dat is prima. Diploma's hangen aan de muur, een beetje licht gespreid. De vrijheid hebben nu niet meer, alleen maar vrije tijd. Het gaat niet goed en het gaat niet slecht, het gaat er dus nu weer. Maar ik wil niet om het leven heen, ik wil er middenin. De allerliefste van mijn hart, ik zeg je nu vaarwel. Sexy and I know it. Hier! Ik ga mijn moesje maken! Bent u het? Ben ik moe? Ja, mooi hè? Ik heb het tekst niet eens maar hoor. Wie ziet, een huis? Wie ziet het? Mijn hart zei dat ik niet wat meegemaakt. En ook met zijn ze met z'n drie weg, en dan ben ik klaar. Maar ben ik gewoon een badman. Dus bon amour, oui, oui, quarantaine. Dat doen we niet meer. Je bent toch een gekke buurman, hè? Altijd in voor een gekheid. Ja, ik ben zo blij dat hij naast ons om is komen wonen. Vandaag ga ik iets maken en dat is een beetje fastfood eigenlijk. Ik ga shawarma maken, maar dan niet de shawarma zoals je bij de shawarma boer of weet ik waar haalt of misschien wel smaakt. Met een beetje ijsbergsla en vooral veel varkensvlees. Ik ga hem vegetarisch maken en ik ga er heel veel groente aan toevoegen. Ik laat zien wat er allemaal in gaat. Er gaat vegetarisch gehakt in, een spitskool, super veelzijdig kooltje, rode ui gaat erin. Daar gaan shawarma kruiden in. Ik heb een variant gekozen zonder zout. Want je hebt ook soorten waar al heel veel zout aan toegevoegd is. Ik heb liever dat ik dat daarna zelf een beetje kan toevoegen. Daar gaat een beetje knoflookpoeder in.
Ik heb kwark, dat is allemaal voor het sausje, wat wortel, wat mais en pita broodjes. Gaan we beginnen. Met een uitje, zoals veel gerechtjes natuurlijk, met een uitje beginnen is dat ook bij dit gerechtje. Ik heb nu gekozen voor een rode ui. Heb je een gewone ui liggen, kan natuurlijk ook prima. Ik wissel dat altijd een beetje af, dus gewone ui, shallotjes en rode ui. En die uien die mag je trouwens ook gewoon meetellen in je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten. Dus die 250 gram die je eigenlijk elke dag zou moeten eten, maar die heel veel mensen niet halen. Die ui die telt ook gewoon mee, dus dat scheelt dan weer. En dan heb ik hier al een pannetje waar ik een beetje olijfolie in ga doen. Zo. Kijken, daar gaat een beetje olie in. Gewoon een beetje olijfolie, een neutrale olie. Mag ook zonnebloemolie zijn als je dat lekkerder vindt. Zo. En wat ik altijd doe als ik een gerechtje maak, wat veel mensen eigenlijk vergeten, is als je specerijen hebt, in dit geval de shawarma kruiden, die verhit ik even mee. Dan komen die smaken die komen veel beter vrij. Dus die fruit ik gewoon in het begin in de olie even mee, samen met het uitje. Het uitje doe ik even zo erin. Oh, die heb ik niet helemaal goed gesneden, zie ik hier. Dat stukje gaat eruit. Hij moet nog een beetje hoger. Zo. Dus die fruit je zo eventjes mee met de kruiden met de ui. Dan ga ik ondertussen, dit kan er nog wel bij. Dit eventjes aan de kant. Een beetje organisatie in de keuken is altijd wel fijn, hè? Dan gaat daar een spitskool bij. Dit is toevallig een heel kleintje. Die ga ik er denk ik helemaal in doen. Moet even kijken. Dat harde onderstuk, dat haal ik eraf. Dat is niet lekker om te eten, dat is heel hard. Maar dit ga ik eventjes fijn snijden. In dunne reepjes. Het is ook heel snel gaar, hè? Die spitskool. Heel makkelijk. Ook om, als je hier een restje van hebt, gewoon even door de nasi of zo. Maak je zo makkelijk een restje op. Je kan hem ook zelfs in de oven kan je hem grillen. Ja, het is eigenlijk een heel makkelijk veelzijdige groentesoort. Ik ga eens even kijken. Dit doe ik er zo nog bij. Zo. Zo. Ondertussen, zou ik bijna vergeten, ga ik even wat pizzabroodjes in de oven doen. Die maak ik even heel goed nat. Zo, dan heb ik daar ook nog een trucje voor als ze uit de oven komen. Kijken. Zo. Die gaan erin. Lekker hoge temperatuur. 210 graden. Zo. Ondertussen mijn uitje al behoorlijk gefruit. Snijden we de rest van de spitskool nog eventjes. Ja. Ik denk dat ik dit wel genoeg vind. Dat gaat erbij. Ja. Nou ja, en de rest dat gaat dus nog in een gerechtje. De komende week ga ik dat nog wel even ergens in verwerken. Nou, die spitskool die moet natuurlijk even gaar worden. Even meebakken. Dan gaat daar ook het vegetarisch gehakt gaat daarbij. Zo, pak ik nog even een spatel. Nou, en dit vegetarisch gehakt dat is eigenlijk al voorgegaard. Dus dat heeft niet zo lang nodig. Dus dat bak ik zo lekker even een paar minuutjes mee. Zo. En ik hou altijd wel van heel veel kleur in een gerecht. Dus vandaar dat ik die wortel en die mais ook eraan toevoeg. Zo, dit mag best nog een beetje hoger. Zo. Die kan hier weg. Dus een plankje een beetje schoonmaken.
Zo. Dan ga ik het sausje maken. Ik heb hier kwark voor gebruikt. Je kan er ook een volle yoghurt voor pakken. En wat ik daarvoor gebruik is knoflookpoeder. Je kan ook verse knoflook natuurlijk gebruiken. Ik vind zelf knoflookpoeder in dit gerecht. Normaal ben ik echt wel van de verse knoflook. Maar knoflookpoeder is net even wat, wat milder van smaak. Kinderen vinden dat vaak ook wat lekkerder. Wat minder scherp eigenlijk. Dus dat doe ik er een beetje bij. Dan ga ik dat even roeren. En dan mengen we dat door elkaar. En dan doe ik daar nog wat verse kruiden doorheen. Ja. En even kijken, wat doen we daar doorheen? Daar doe ik een beetje peterselie doorheen. En ik ga daar ook een beetje munt doorheen doen. Dat vind ik zelf altijd wel lekker. Een beetje fris. Een paar blaadjes. Die steeltjes die eet je eigenlijk niet, hè, van die munt. Je eet eigenlijk alleen de blaadjes. En bij peterselie kun je die steeltjes dan weer wel eten. Die moet je dan wel even wat goed fijn snijden. En dan zo. Dit snij ik eventjes allemaal fijn. Zo. Ondertussen roer ik nog eventjes in een gehaktmengsel. Dat gaat wel goed. Dan ga ik een beetje lager zetten. Zo, dan gooi ik hier alvast de wortel bij. Even kijken. Zo, kijk. Wat extra kleur al niet doet, hè. En dan gaat dadelijk de mais nog bij, maar die heeft natuurlijk echt maar heel even nodig. Die hoeft alleen maar warm voor te worden. Nou, doe ik hier die kruiden bij. Dan doe ik daar nog een beetje peper en een beetje zout bij. Flink wat peper. En een klein beetje zout. En hier doe ik ook nog een beetje zout bij, want in die shawarma kruiden zit dus geen zout. Maar ik doe er nog wel een beetje zout bij. Zo. Eens even kijken. Dan gaan we dit sausje even goed mengen. En wat je natuurlijk normaal bij shawarma, hè, zoals je dat, als je een shawarma gaat halen, dan heb je vaak die knoflooksaus. En dat is natuurlijk een stuk minder gezond dan zo'n zelfgemaakt sausje. Van kwark, knoflookpoeder en wat verse kruiden. Zo, die is goed zo. Dan ga ik eventjes kijken hoe het hiermee staat. Dat is goed. Dan gaat de mais erbij voor nog wat extra kleur. En je kan dit ook met bonen bijvoorbeeld maken. Als variatie, als je wat paprika hebt, kan je dat er doorheen doen. Je kan er in plaats van in een pita broodje, kan je het ook in een wrap doen. Dus het is echt een heel flexibel gerecht. Ik noem dat gezond flanzen. En dat, de basis is dat sausje met de shawarma kruiden. Maar je kunt daar eindeloos in variëren. Ik ga ondertussen even kijken hoe het met die broodjes is. Even zien. Die lijken allemaal goed te zijn. Zo. Helemaal maar eventjes nodig. Nou, wat ik dan ga doen, dat is een trucje, is dat ik die broodjes even laat rusten in aluminiumfolie. En dan kan je ze net wat makkelijker opensnijden. Dus deze laat ik heel even rusten. En dan door het vocht eigenlijk, vanaf de damp eigenlijk die uit die broodjes komt, kan je ze net wat makkelijker opensnijden. Een tipje. Nou, dit is dus echt een heel snel gerecht wat je ook heel makkelijk. In plaats van fastfood, eigenlijk ben je net zo snel om dit te maken dan dat je op de fiets of in de auto springt om shawarma te gaan halen. Zo. Dit is goed zo. Het vuur gaat uit. Dan gaan we zo het plankje opmaken. Zo. Even kijken. Dit hier doen. Even kijken of die broodjes eigenlijk goed zijn. Of mijn trucje werkt, hè? Of ik hem lang genoeg in het folie heb gehouden. Dus even kijken, ik doe er een stukje van afsnijden. En dan kijk je, daar gaat.
Ik heb hier trouwens ook, belangrijk om te weten, ik heb volkoren pita broodjes gebruikt in plaats van witte pita broodjes. Net even wat gezonder, wat meer vezels zitten erin. Dus dat ook nog wel een goede tip. Nou, die broodjes die vul ik met dat mengsel. Kijk. Zo, lekker vol. Altijd wel lekker. Zo. Dan leggen we die hier zo op een plankje. Ik ga er ook nog eventjes een lepel. Ik leg hem eerst even neer. Dan gaat er nog lekker een lepeltje van die saus op. Kijk. Voor de finishing touch nog een beetje groen. Kijk. En als je nog wat meer saus erbij wil, dan kun je dat er gewoon bij pakken. Een gezonde versie van shawarma. Een vegetarische soort met lekker veel groenten en een lekker zelfgemaakt sausje. Smakelijk eten! Denk je nou bij het zien van die recepten, dat zou ik thuis ook wel eens willen maken? Ga dan naar de website omroepmeierij.nl en dan kun je alle recepten handig nalezen.